Dag, ik ben Jeline Jansen en ik ga jullie wat oefeningen geven op Pilates. Geef les bij Happy Health. We hebben de eerste paar oefeningen gehad, de basisoefeningen. Nu gaan we voor de bovenste rechte buikspier. Dan mag je gaan liggen. Belangrijk is dat je hoofd goed neerlegt, dus anders til je hoofd even op. Leg je hoofd neer zodat je kin goed ingetrokken is. Ontspan eerst dat je voelt wat het verschil is tussen spanning en ontspanning. Dan leg je handen op je buik en dan kanten die naar buik, bekken naar achter. Dat betekent dat je een lage rug richting de vloer gaat. Span je bekkenbodemspier aan, alsof je de plas ophoudt. Span je buik en je billen aan. En dan hou je vast. Belangrijk is dat je goed door blijft ademen. In door je neus, uit door je mond. Ja. Dan laat je los en ontspan je hand. En dan voel het verschil tussen aanspannen en loslaten. We kanten de bekken nog een keer naar achter. Dan gaan je handen achter je hoofd. Dan kom je met je schouder van de mat. Belangrijk is dat je core blijft aanspannen. Kijk maar hoe hoog. Zorg dat je niet aan je nek trekt en je kin is goed ingetrokken. Heel langzaam terug. Ja, dat doen we 8 keer. Omhoog, dus blijf aanspannen. Adem uit. Inademen terug, maar niet de spanning loslaten. Nog 6. Lift op. En 2. En 5. En terug. 4. Lift op. En terug. En 3. Adem uit. Adem terug. 2, omhoog. En terug. En bij de laatste hou je vast. Dus blijf je spanning vasthouden, maak een pulsbeweging. Hele korte, kleine beweging. 8. En 7. En 6. 5. 4. 3. 2. Stop. En leg net in terug. Doen we nog 2 keer. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, stop. De bovenste rechte buikspier. Laatste keer. 8, 7, 6, 5 en 4, 3, 2, stop. Hou vast. Adem goed door. En dan ontspan. Pak even je knie naar je borst. En ontspan je buik. Misschien even cirkelen rechtsom en linksom. Ja. En een nieuwe oefening.